vandaag nemen wij een kijkje naar de grappigste momenten in heel Fortnite. Maar is het wel een challenge aan? Het is namelijk verboden om te lachen. Ik doe deze challenge niet alleen. Ik doe deze challenge namelijk samen met... Woe! Yo, Jesse! Heb jij daar nu al zin in? Laat het dan natuurlijk weten door zo snel mogelijk op de blauwe duimpje omhoog te drukken. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. We zijn namelijk onderweg naar de eerste 100.000 abonnees. En als jij nu op dat knopje drukt, help je mij ontzettend erg naar die 100.000 abonnees. Maar nu dat allemaal gezegd te hebben, Jesse, ben je er klaar voor om niet te lachen? Ik ben er zeker klaar voor, maar ik moet nu al bijna lachen. Dit gaat een hele lastige challenge worden. Let's go. We hebben hier gelijk iemand voor ons. Oh my god. Ik vind het zo lastig. Hoe kan je dat missen? Oh my! Dit lijkt ik wel in Fortnite. Die rocket ging... Die kogel ging net mis. Had hem net gedoucht. Hij was uiteindelijk wel gekilled. Oké, wat hebben we hier? Oh, het is een freaking loser. En hij wordt gewoon gekilled. Hard voor je. Een auto. Oh, hij gaat een launchpad. Hij gaat dood. Oh, dat is zo naar. Hoezo gaat hij daar dood? Oh my god, already. Wat hebben we hier? Oh, nee. Oké, die is dood. Wat de... Oh, waarom spreekt hij eruit? Oh my god. We hebben iemand in Pleasant Park, want natuurlijk nu Doomster Main heten. Wat? Waar zit hij in de doos? Oh my god, maar niet lachen. We mogen niet lachen. Oh, Bos Jules. We hebben daar Bos Jules. Bos Jules is echt zo naar te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Oké, deze guy weer naar beneden geschoten. Hij zit hier op zijn stairway. Hij gaat een dansje doen. Oh, die was sick. Perfect getimed. Oh my god. Alrighty, wat hebben we hier? Die pakt van een haai. Zij zit echt van, wat gebeurt hier allemaal? Ja, zo werkt een haai, mevrouwtje. Zo lastig om niet te lachen. Wat? Hoe is hij daar gekild? Wat? Die bot keek totaal de andere kant op. En dan schoot hij op hem. Oké, dat is heel erg glitch. Dat gaat ontploffen. Oh my god, je wist het al. Zo dom. Alrighty, wat hebben we hier? We hebben iemand een vishengel. Hij ziet hier een wapentje liggen. Gaat hij het wapen hebben? Hij wil het wapen. Gaat niet lukken of wel? Deze persoon gaat zo naar beneden. Wat? Wat gebeurt hier? Maar... Hij kan ons nog vangen. Je hebt het wapen al. Of nee, dat is een ander wapen. Dat is een jar. Ik denk, je koopt hier gewoon een wapen. Hij heeft hem! Nee, hij heeft hem! Nee! Oh, het is zo naar. Nee, ik heb gelachen! Oh my god! En nu doodvallen, hè? En nu doodvallen! Ik heb één keer gelachen, het staat 1-0. Alrighty, wat heb je hier? Deze krijgt hem nog een wapen vangen. Oh my god, laat hij zijn vissen! Nee, nee, niet lief! Oh. Hij gaat de game lieven. Oh. Nee! Ik heb gelachen! Het is 1-1! En hij valt nog dood! Oh, hij valt de game lief, dus hij is uiteindelijk niet geliefd. En dan valt hij nog dood. Oh, dit meen je niet. Hij wordt gesniped. Alrighty, wat hebben we hier? We hebben hier iemand en die gaat naar een airdrop. Dit is zo erg glitch. Dit is zo naar. Wat de... Wow! Wat je hier nog wel in blijft. Niemand ziet je dan. Dat ziet er zo apart uit. Deze glitch heb ik laatst ook gedaan. Deze glitch is niet normaal. Ja, dit kan je zien op mijn hoofdkanaal natuurlijk. Maar wat de heck. Oh, dat is zo'n zieke glitch om uit te testen. Oh my god. Maar je kan toch niet doodgaan met zo'n bounce pad? Ja, maar hij blijkbaar wel. Wat is dit? Alrighty, we hebben hier een bot. Wat is deze henchman aan het doen? Henchmen zijn zo slecht. Hè? Ja, maar vooral deze. Deze kan je best al zijn schoten. We hebben hier een vliegtuig. Dit is in de oude map van Fortnite. Oh my god, klik op dat duimpje omhoog. Wil jij een keertje terug naar de oude map van Fortnite? Ik wil dat persoonlijk wel, dus ik ga snel op dat duimpje drukken natuurlijk. Je moet dat toegeven. Ik heb heel misschien nog een keer gelachen. Alleen, ik weet het niet. We gaan het terugkijken in de edit. Zo ja, dan weet je dat nu tenminste. Alrighty. Wat doet die haai? Haai zijn zo raar, hè? Hoe kan die haai zo mokerhoog springen? Dat wist ik niet eens. Die vuisten pik ik ze ook zo vet. Die wil ik ook. En die heb ik laatst gekocht. Die kan je nu kopen. Dit is zo dood. Yes. Oh my god. Alrighty, we hebben iemand die gaat lekker de lucht in. Oh. Hij landt recht in de vuilnisbak. Oh my god. Alrighty, we hebben hier een taxichauffeur. Wat gaat hij doen? Ja, die taxi rijdt door. Wat de... Thank you, brother, zegt hij ook. Dankjewel. Er zit gewoon iemand in! Ik snap hier gewoon niks van. Er zat iemand in die taxi en die betaalt nu gewoon die guy omdat hij hem heeft afgezet met zijn loot, lijkt het wel. 10.000 IQ. Gaat hij nou... Nee. Nee, niet springen. Hij doet nog een hartje omhoog. Niet springen. Is hij gesprongen? Hij gaat springen. Nee. Doe het niet! Klik op het duimpje omhoog om hem te redden. Nee! Ja, jullie hebben hem gered! Oh my god! Ik zou hem zo nu gewoon doodschieten. Dan heb ik tenminste nog een kill. Nee, hij gaat het opnieuw doen. Nee. Waarom zou je dit doen? Oh nee. Alrighty, wat hebben we hier? Want die wordt heel hard neergemaaid hier. Dat is niet normaal. Even scooteren. Hij doet er nog even een scootertje bij. Nee. Kijk, nu kan je niet meer scooteren. Is gewoon een beetje. Nu is je scooter weg. Nu kan je die nooit meer gebruiken. Wat? Dat is dat hij langs bent. Oké, dat ziet er moker daaruit. Oh, deze guy wordt neergelaser. Dat is niet normaal. Oh, dat ding op. Kruip nog. Nee, dat ding oplossen. Oh, daar ging hij dood. Ja.
Sorry, wat hebben we hier? We hebben hier een vast op zolder. Oké, okay, speciaal over naar een andere clip. We zijn aangekomen in Doom's Domain natuurlijk. Of wel, het oude plastic park. Ik ben vol een taxi! Vol aangereden door een taxi, oh my god. Ik loop traps echt terug in de game en ook tilt. Nee. Die andere loopt erin! Hoe kan je zo zijn? Je ziet toch net je teammate erin lopen. Alright, wat is er aan de hand met deze helikopter? Deze chopper heeft er geen zin. Hij zegt ook, wat is dat? Ik heb ook geen idee wat dat was. Alright, we hebben weer iemand in Doom's Domain met de vrachtwagen. En wat is hij valt gewoon dood. Huh? Dat zag er heel apart uit. Oh, dit was vroeger zo'n zieke tactiek. Er zaten mensen in deze truck met een glitch. En hij gooit er gewoon een trap in om op die manier die guys te killen die in de truck geglitched waren. Ik wist niet dat je een auto kan lanceren. Hij valt dood! Door zijn eigen auto! Oh my god, een rode bouncer? Ik heb nog nooit. Hoezo is die bouncer bij dood? Wat? Wat? Wat is dat voor bouncer? Zit die in creative? Laat het lekker weten hieronder in de reacties. Die wil maar ik in de echte game. Ik dacht, oh, dat is echt een zieke bouncer. Oh, zitten er zoveel mensen in die kluis? Oh god. Ze hebben ineens door dat er iemand anders bij is. Dat zijn ook gewoon allemaal enemies. Ze denken gewoon dat die ene guy bij hen hoort. Hij zit gewoon met z'n allen te healen hier. Ik heb het ook een keer gedaan. Ben je er ook gewoon met een ander team erin gedaan? Ja. Oh my god. Alrighty, we hebben hier. Oké, hij gaat ze nu allemaal killen. Hij heeft er al één kill. Hij heeft kill nummer 2. Oh, dit doet hij lekker. Gaat hij nog meer kills maken? Nee, dat doet hij niet meer. Zo jammer. Jammer. We gaan door naar de epic wins. We hebben iemand in een helikopter en hij maait een heel team neer uit de helikopter. Oh my. Oh, wat? Wat? Hoe dan? Hij killt het hele team uit die helikopter. Dat is niet normaal. Hij gooit er een paar granaatjes op. Oh my god. Let op de chat. Hij killt een hele squad met die granaten. Dat is niet normaal. Alrighty, wat hebben we hier? We hebben hier een paarse skill trooper. Gooit de trickshot met de headshot. Is dat ook nooit gelukt? Mij is dat ook nog nooit gelukt. Oh my god. Wat gaat er deze trickshot? Hoe dan? Wat? Hoe kunnen mensen dit doen? Dat is niet normaal. Oh my god. Met een huntergrijpte oké, maar met een normale spijt. Ja, maar ook van zo moker hoog. Dat is niet normaal. Kijk deze guy ook. 96 hit met de hunting rifle. Deze guy gooit een shockwave de lucht in. Pak zijn hunting rifle met de headshot. 250 damage. Dat is niet normaal. Ik ben niet eens normaal meer dan. Deze skin is zo OG en hij hit ook nog die trickshot. Wat? Ik werd gewoon OG. Wat? Nog een headshot ook. Oh my god, dat is niet normaal. Deze guy gebruikt een nieuwe Mythic Loot. 290 headshots. Waarom kan ik dit niet? Ik doe dit ook. Ik weet het niet. Ik kan dit ook niet. Dit is zo lastig. Deze guy ook, die zit er gewoon heel rustig bij. Want ik heb hem gehit. Iedereen hit hier gewoon zijn noscopes. Dat is niet. Oké, deze guy is een glitch lijkt. Oh my! Dat is zo heerlijk als je op die manier je winkel. Ik geloof het nooit. Nee, gaat u die bal maar er zijn mensen die het daadwerkelijk. Nee! Wat? Die is zo poker fair. We hebben hier de Recon Expert skin die natuurlijk niet zo heel zeldzaam is. Maar hij hit alsnog zijn noscope. Dat is niet normaal. Hij grappelt onze RPG. Dit is live. Gaat hij op de oude. Hij gaat langs de RPG. Als hij die niet had geraakt, was hij letterlijk dood geweest. Dan had hij de game verloren. Want hij vangt natuurlijk gewoon fall damage anders. Oh, hij heeft een kill. Hij heeft 2 kills. Hij heeft 3 kills. 4. Nee, hij heeft 3 kills. Oh my god. Dat is niet normaal. Alrighty, wat hebben we hier? Hoppakee. Hier, leuk. Alrighty, we hebben hier nog iemand boven zitten. Dit is zo'n OG skin ook. Dat is niet normaal. En hij hit ook natuurlijk zijn noscope. Nee, oh my god. Maar dit is deze hard. Dit is gewoon super precies. Nee. Oh my god. Alrighty, wat hebben we hier? We hebben hier iemand en die gaat de lucht in. Wow. What? Nee, hij gaat erop langer. Wat? Dit is zo perfect getimed! Als dit schot heel een klein stukje later gebeurd was, was die letterlijk dood gegaan door de storm. Want zijn HP was zo low, dat was niet normaal. Oh my god. Oh my god, hoe kan je hier de tijd voor hebben om dit te maken, überhaupt in een endgame? Oh my god. What? Hoe kan dit? Dit is niet normaal. Dit is letterlijk niet normaal. Oh my god. Maar dan is dit niet eens heel vet weg. Nee, die vorige was echt ziek. Met al die launchpad. Bam. Door elkaar. Dat is echt super ziek. Deze guy die gaat lekker naar boven met de Renegade Raider skin. Ziet er iemand beneden lopen? Schiet hem neer met de hunting rifle van de mokerverre afstand. Dat is niet normaal. Als je die skin hebt, moet je dit ook gewoon kunnen. Ja, oké. Als je de Renegade Raider hebt, moet je dit wel kunnen. Ja, weet je. De Renegade Raider is gewoon de OG skin. De pro skin. Oh my god. Maar zelfs de Slurp skin kan het. Oh my god. Hij gaat uit de storm. Pak zijn pickaxe. Gaat nog reloaden. Ziet hem in de verte. 250 maar headshots. Maar was dat reloaden de bedoeling, vraag? Ik weet het niet. Misschien dacht hij nog van, oh nee, ik moet nog snel reloaden. Oh my god. Huh? Hier kan je gewoon op springen. Oh, dat ziet er geniaal uit. Oh, en hij hit op zijn noscope. Oh, dat is niet normaal. OG. Ja, hij is wel OG, maar deze komt soms wel eens terug in de item shop nog. Hoppakee. Heerlijk.
Ja, want we hebben hier deze skin heb ik ook. Deze skin is zo derpy en die hit gewoon ook lekker. Zijn noscopy. Oh, we hebben een apenskin, de Monks. En zelfs de Monks hit gewoon zijn shot. Oh, dit is weer een nieuwe Enster. Wow. Oh, dit is echt een hele recentelijke clip dan. Oh, met die D-launcher. Oh, met die D-launcher. De lucht in. Oh, heerlijk. Deze guy die moet nog even een shield te nemen. Hij zit hem te spectaten. Hij valt naar beneden. Oh, wat gaat er gebeuren? Deze guy is nog maar 24 HP, 25 shield. Gaat de lucht in. Ziet hem in de verte. En hit de noscope. Deze guy heeft zoveel geluk. Dat is niet normaal. Maar oké, de mensen, dit was van deze video. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze video. Voor het toch. Dus ja, klinkt natuurlijk op dat blauwe duimpje omhoog. Geen niet te abonneren op mijn kanaal. Klinkt natuurlijk naar de link in de beschrijving naar het kanaal van Jesse. Maar dan wil ik bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En later.